Hi, wat leuk dat je meekijkt. En het is vandaag dag 10 van de Inktober Tangles door 7 wouden en 5 rivieren, oftewel 7 forests en 5 rivers, Debbie en Jennifer. En ik neem jullie mee vandaag in de Hirari van Midori, Furuhashi. Ik kijk er naar uit om samen met jullie deze tekening te doen. Ik weet namelijk van tevoren nooit waar het op uitkomt. En ik heb een tip van de bijouwisme die ik heb gekozen. En er staat op slow down. Dus ik ga het heel rustig aan doen. Dus. Het leuke en tegelijkertijd het meest lastige aan aan dit soort evenementen of challenges, zou je het ook kunnen noemen, is dat ik vaak met tangles kom te werken die ik eigenlijk niet vanuit mezelf zou hebben gekozen. En dat vind ik aan de ene kant heel leuk, maar aan de andere kant vind ik het ook wel eens heel erg spannend, omdat ik gewoon totaal niet weet. Hoe of wat. En daarom vind ik het wel heel erg leuk om hiermee te oefenen, omdat je dan door de challenge dan toch elke dag weer iets anders kan proberen. Nou, in dit geval gaat het om de Hirari en die is nog niet zo heel erg oud. Tenminste, dat dacht ik. Nee, die is volgens mij nog niet heel erg oud. Omdat ik op een bijou werk, ga ik één hele grote hirari maken. En hij ziet er ongeveer zo uit. Ik zal hem waarschijnlijk wel iets uit zijn krachten halen, vermoed ik. Zo, het is een soort kelk. Is dit de zijkant van de kelk. Bovenkant. En wat ik zie is dat. Laat ik even mijn pen los. Onderverdeling. En wat ik hier zie is dat er een soort van blaadjes. Ja.
Ik maak hier een verzwaring. Daarmee geeft het een leuk effect, alsof het meerdere dat hij zo groot is, ga ik aura's maken en kan ik deze invullen met andere tangles. En een van de leuke opvul tangles vind ik altijd shatuk. Dat is ook een centangle hoofdkantoor tangle. En die bestaat uit veel lijntjes. En nu besef ik dat dat ook er echt wel voor zorgt dat je rustig aandoet. Want veel lijntjes trekken is ook, je moet ook wel een beetje je kopje erbij houden. En dat vind ik ook wel leuk. Het maakt dus ook dat je rustig aandoet. Dus deze heb ik dan even met jullie samen ingevuld. Dan ga ik nu even zonder te filmen verder. Zo, dan is die nu af. En dat ga ik dan ook. Hier ga ik ook een aura maken. Ook in deze. En je kan dit natuurlijk met allerlei tangles vullen. Ik ga altijd weer terug naar mijn favorieten. En in dit geval is dat de moeka. Ik hou van pietenpeuterig werken. Nou is een PN wel een beetje dik voor dit pietenpeuterig werk. Ga ik hier ook een aura maken. En die ga ik vullen met tippel. En tippel zijn eigenlijk gewoon orbs. En dan ga ik een beetje verzwaarde lijnen doen. En dan heb ik deze nog over. En dan ga ik printon gebruiken.
ook een superleuke. Vuller. Tot slot geef ik het geheel nog een aura. Ja, ik zit een beetje naar de tijd te kijken en ik denk opeens, oh, ik moet natuurlijk wel even schaduwen. Nou, ik ga de shatuk zo schaduwen. En hier om de blaadjes heen schaduwen. En ik ga ook een beetje highlights geven. En een beetje highlighten. Ja, ik zet af en toe de film stil, omdat ik gelimiteerd ben in de tijd. Dus dat is wel zonde. Maar het is even niet anders. Even kijken. Ja, het is weer een superleuke geworden. Mijn Hirari van Midori Furuhashi. En CZT uit Singapore. En, nou, en ik wil jullie bedanken voor het kijken. En wie weet, tot een volgende keer.